Nou Niels, pannenkoeken waren voor de kinderen. Gefeliciteerd met je Sjoel-overwinning. Ja, het deed pijn, hè? Je probeert er nu een leuke grap van te maken, maar het deed wel pijn, of ik niet? Ik heb vannacht niet geslapen. Ik dacht, welke sport moeten we nu dan doen? Nou, jij hebt iets verzonnen. Ja, nou, waarvan jij denkt... Nou, ik ben op zoek naar een sport met ballen. Ja. En waar kom je dan terecht? In Meppel? Sur la tête. Dat moet wel. Jeu de boule. We gaan jeu de boule. Ben je een beetje goed in jeu de boule? Nee, het heet pétanque. Ik ben vaak in Frankrijk geweest, hè? Heb ik weer de verkeerde sport. Ik heb heel vaak op de camping dit spel gespeeld. Het is echt een campingspel. Zullen we dat eens even gaan vragen of het echt een campingspel is? Ik ben heel benieuwd. Nou, kom. Maar goed, dat kunnen we eigenlijk maar één iemand vragen. Ja, Gerard Damhuis, de oprichter van Sur la tête. Precies. Oh. Hey, die staat hier toevallig. Nou, hoe is dat mogelijk? Toeval. Goedemiddag. Hi. Is het nu echt een campingsport? Want dat zei ik, maar misschien is dat niet juist. Nou ja, misschien ook wel. Het is natuurlijk beide. De meeste mensen kennen het gewoon van de camping in Frankrijk of ergens anders. Maar dat maakt niet uit. Dat is altijd leuk. Maar wij bezien het als sport. Er komt veel meer bij kijken dan alleen een balletje gooien naar een klein balletje ergens in de ruimte. En tactiek, strategie, maar ook gewoon fysiek. Want als je een wedstrijd speelt, en we spelen soms 5 wedstrijden op een dag, dan speel je soms 6 uur achter elkaar. Op zich is het heel simpel. Je staat in de cirkel. De buut gooi je tussen de 6 en de 10 meter van je af. Nou, dat doe ik nu. Voilà. Is het genoeg? Dat is wel 6 meter. Oké. Okay. De eerste die gooit, die ligt altijd het dichtst bij. Ja, vrij simpel. Dat klopt wel. Ja. De tegenstander moet dat verbeteren. Mm-hmm. Lukt hem dat, dan moet jij weer. Degene die vest af ligt, die moet gooien. Tot hij zijn ballen kwijt is. Tot hij zijn ballen kwijt is. Ja. En stel dat jij je ballen kwijt bent en hij heeft er nog 2, kan hij meer dan 1 punt maken. Ja. En we spelen stel tot? 3. 13. Oh, je legt hem ideaal neer, René. Hij heeft gewoon de hele week geoefend, dat kan niet anders. Moet je nou toch eens zien. Zo René, nu heb ik echt alles afgesminkt. Wat ga je morgen verzinnen? Morgen gaan we schieten. En mocht ik dat dan ook weer verliezen, dan heb ik in ieder geval iets om op te richten. Want hier word ik flauw van dat gejen van jou de hele tijd. Ja, ik zei nog, verzin iets wat je wel kan winnen. Maar misschien moet je een keer gaan kamperen. Schieten, grote god. Kamperen. Morgen gaan we schieten. En, ja, ik zou gewoon een keer gaan kamperen. Ik heet Brune Boon, daar ga je ook van schieten. Ik vind het echt niet leuk. Zo. Maar ja, jammer. Ha 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 ha.